Ik sta vandaag weliswaar in de Franse Alpen, maar vorige week was ik in de Jura, in de Savoie, rent naar het westen, waar het landschap nog glooiend is. Dus de regio voor de Alpen. En daar kwam ik in de heggen de grauwe klauwier tegen. Een hele familie grauwe klauwieren. En die schijnen daar te broeden in de omgeving van Hauteville-Lompe. Je hebt daar een moerasgebied. En rond dat moerasgebied heb je allerlei velden en gebieden met heel veel heggen. En daar hebben die grauwe klauwieren het prima naar hun zin in. Die grauwe klauwieren zaten op het prikkeldraad, op paaltjes, op de struiken. En er waren continu op jacht naar grote insecten. Af en toe zag ik ze in het gras neerploffen. En dan hadden ze kennelijk weer zo'n insect te pakken. En vlogen ze weer terug naar het paaltje. Grauwe klauwieren staan erom bekend dat ze hun prooien spietsen. Spietsen op een doorn van een meidoorn. Of op zo'n stekel van een prikkeldraad. Maar dat deden ze in mijn geval niet. Het was hapslik weg. Vangen en opeten tegelijk. Je ziet hier een volwassen grauwe klauwier. Ja, prachtig met dat zwarte masker. Met zijn bruine rug. Met zijn blauw-grijze kop. En hier zie je een jonge grauwe klauwier. Nou, die is echt nog overwegend bruin. Maar je ziet dat maskertje al een beetje doorschemeren op die kop. Ze hebben allebei een haaksnavel. Waarmee het prima insecten vangen is. Maar ze vangen even zo goed hagedissen en muizen. Ik ben er speciaal voor naar Frankrijk gereden. In Nederland kun je ze ook zien. Moet je ze wel een beetje zoeken op heidegebieden en in het oosten van het land. Ze zijn zeldzaam in Nederland, maar toch. Nog steeds als broedvogel aanwezig in ons land. Deze maanden vliegen ze naar het zuiden om daar te overwinteren om volgend jaar weer terug te keren. De grauwe klauwier dit keer.